In 2019 speelde Geert Nentjes zijn laatste PDC WK darts. Na 3 jaar is de Urker er morgen weer bij in Londen. Tijdens zijn eerste 2 WK's werd hij in de eerste ronde uitgeknikkerd en het moet nu echt anders. Nou, nee, de eerste keer toen was tegen Nathan Espinol, 3-0 verloren. Ja, dat was toen echt dat was niet goed. Tweede keer tegen Kim Huibrecht verloor ik 3-2. Toen had ik echt wel kansen om te winnen. Nou ja, nou, nu zit ik in een goede positie. Nu ben ik eigenlijk wel favoriet, denk ik, in die wedstrijd. Dus ja, moet ik nu gewoon zorgen dat ik die wedstrijd, de eerste wedstrijd win. Ja, maar beschrijf het eens. Hoe ga je die in tegen je tegenstander? Ja, eigenlijk gewoon met een beetje hetzelfde als anders. Ik speel nu zo meteen tegen Leonard Gates, de Noord-Amerikaan, heeft daar een qualifier gewonnen. Ja, die heeft 3 weken terug, stond hij volgens mij ook nog wel, stond hij op de Grand Slam. Dat heeft hij nog wel goed gedaan, maar hij heeft wel 3 keer zijn eerste wedstrijd verloren. Dus ik ga gewoon die wedstrijd in met heel veel vertrouwen. En ik denk als ik gewoon mijn eigen spel goed speel, dat ik die dan wel moet kunnen winnen. Ja, heb je dat als doel gesteld om in ieder geval die eerste ronde door te komen? Ja, absoluut. Ja, en dan moet de tweede ronde, als ik mijn eerste ronde win, dan speel ik tegen Steven Bunting. Ja, daar zie ik mezelf ook nog wel een goede kans tegen hebben, hoor. Als ik dan die eerste wedstrijd gewonnen heb, ik denk dat echt wel een flink vertrouwen zou geven. Ook dan naar die tweede wedstrijd toe. Dus dat ik dan daar ook wel echt wel een goede wedstrijd zou kunnen gaan spelen. Ja, dus we kunnen veel van je verwachten dit WK? Waarschijnlijk wel, ja.